De meiden van MO13 en MO15 hadden er bij hun voetbaltoernooi zaterdagmorgen 10 juni prima weer bij. In het kwartier dat de wedstrijden duurden, moest het verschil worden gemaakt. Bij de oudere leeftijdsgroep kwamen de ploegen uit de polder en het gooi bij de jongeren van het oude land. Het was wethouder Winnie Prins die aan het einde van de ochtend de prijsuitreiking verzorgde. Voor iedere deelnemende ploeg was er een beker. Voor de twee winnende teams was zelfs het podium opgesteld. Ja, een beetje stil. Dank je wel. Dan mag je naar de camera kijken. Anders sta je niet op de foto. FC Horst! Ja! Gefeliciteerd. Alsjeblieft. Omhoog aan de 3, 2, 1.